Bewoners aan de Kloostertuin hebben geklaagd over de moskito. Die geeft een hoge piep die normaal alleen voor jongeren te horen is. Dinsdagavond hoorden de oudere bewoners het geluid ook. Volgens een bewoner die niet voor de camera wilde reageren, was de moskito verkeerd afgesteld. Omwonenden werden daardoor wakker van het geluid. Een hele hoge, irritante pieptoon. Wij slapen altijd met een open raam. En toen moesten we ons raam dicht doen vanwege het hoge pieptoon. En ja, ik denk ook dan de dieren daar last van hebben, de vogels en zo. En andere dieren misschien. Het apparaat is later uitgezet. De moskito moet ervoor zorgen dat er 's nachts geen overlast is in de Kloostertuin. Van de groepen jongeren die in de Kloostertuin zitten. Vooral op het tijdstip dat ik wil gaan slapen, dus 's nachts. En dan zitten ze daar tot een uur of 3, 4, soms 5. Toch vindt niet elke bewoner het nodig dat een moskito er hangt. Ik vind dat de tolerantie wat laag is. Wat is er voor bezwaar tegen dat hier 's avonds of 's nachts jongeren zitten? Zolang ze maar geen herrie maken dat de mensen wakker liggen. Maar ze mogen toch gaan zitten. En van spelende kinderen heb ik ook geen last. Want ik vind dat kinderen mogen spelen. En dan, laat ze lekker spelen op het gras. Dan is het gras nog ergens goed voor.